experimenten willen gemak. En dat kan met als we meer van hem weten, maar je moet ook niet te ver gaan. Want dan slaat het door en dan krijg je wantrouwen. Nou, en over gemak en wantrouwen gaan we nu praten met twee privacy officers. Dat is ook weer zoiets nieuws. Grote bedrijven moeten een privacy officer hebben. En van zeker niet de minste, van UPC en KPN. Dus dames en heren, mag ik een hartelijk applaus voor Evelien Soren en Rent Damming. Dankjewel. Voordat ik met jullie ga praten, ik ben een ontzettend waardeloze gast. Ik heb helemaal niks te drinken voor je. Kun je even een cola voor hem inschenken? Want Bart blijft dus de hele eerste helft bijstaan als mijn soort van juridische counterpart. Ik weet helemaal niks van wetgeving. Ik ben een socioloog die, nou ja goed. Hey, tot dat jullie er zijn. Privacy officers, hè? Grote bedrijven hebben dat tegenwoordig. Jullie zijn een beetje de luis in de pels. Als de innovatieafdeling of de businessafdeling iets leuks hebben, dan zeggen jullie, hey, maar wat gaan wij doen met de persoonsgegevens? Ja. Voordat we het erover gaan hebben, Alert Online. Hey, jullie zijn ook de hele week heel druk bezig geweest. Mm-hmm. Evelien, wat heb je allemaal gedaan deze week? Was een van de women in cyber die ook les ging geven? Ja, dat soort dingen. Nee, ik was wel mee. Inderdaad, UPC geeft safe and social lessen in het land op basisscholen. En daar hadden wij nu de link met de Women in Cybersecurity, die ook een bijdrage hebben geleverd. Zijn er Women in Cybersecurity hier? In de zaal? Ja, eentje daar. Hey, tof dat je er bent. Ja. Nou, dus ik was vorige week donderdag in Poeldijk. Waarom was het licht? In het Westland. Nou, heb ik dat ook weer gezien. Het is erg leuk. Het is echt ook superleuk om te zien hoe enthousiast die kinderen zijn. En die willen eigenlijk alleen maar hun verhaal kwijt. Van, ja, mijn vader had ooit dit en dit. En dat je denkt, jouw vader vindt het vast niet leuk dat je dat hier nu vertelt. Maar ze doen het toch, dus dat is leuk. Nee, en vanochtend hadden we nog, ik had een workshop georganiseerd samen met onze security office van Liberty Global. Een security workshop over wifi spots voor studenten. En daar waren uiteindelijk 11 studenten. De helft die waren niet opkomen dagen vanwege hertentamens. Nou, dat gebeurt. En het is erg leuk. Dus, En daar leer je dan ook weer van, hè? Dan zie je hoe de consumenten er tegenaan kijkt. Absoluut. Hey, ja. Rens, hoe was jouw week? Ja, die was fantastisch. Ook een hele drukke week gehad. We hadden eigenlijk na de aftrap, de nationale aftrap, hadden we bij KPN ook een interne aftrap. Dus we hebben allemaal verschillende sprekers uitgenodigd van verschillende bedrijven uit verschillende sectoren. Juist ook om iedereen even te laten weten dat het niet alleen binnen ons eigen bedrijf speelt, maar ook gewoon in de buitenwereld. De rest van de week hebben we een hele leuke sessie georganiseerd. Nou, je noemde het net al even de cybersecurity oefening. De cybersalsa. Cyber heb je nog meegedaan? Ik heb niet meegedaan en ik was helaas die dag niet in de gelegenheid. Er moet ook nog gewerkt worden, ja. Maar collega's van mij, ja precies, moest ook gewerkt worden inderdaad. Maar dit is ook een stuk werken natuurlijk. En een hele interessante sessies, ook intern ook vooral. Met elkaar brainstormen over, ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Privacy ook in mijn vakgebied. Wat betekent privacy ten opzichte van social media nou? Hoe kun je bijvoorbeeld ook privacy omkeren en privacy als een kans zien? Ja. Het was een hele leuke, innoverende week. Okay. Ja, wat ook wel leuk was, vorige week dinsdag waren wij dus bij KPN, hè, en daar gingen we ook opnames maken. En dan ga ik altijd een beetje googlen van wie krijg ik nou aan tafel. En toen vond ik bij Rens vond ik een wel heel leuk filmpje. Ik dacht, ja, als dat iemand van de privacy is, dan wil ik dit wel even laten zien. Michiel, kun je misschien even opzetten? Het is uit 2000 hoor, dus excuses voor het slechte beeldkwaliteit. Top op of zo, wat was het? Ja, dit is Rens, dit is Rens. Kijk. De handen van Rens dan. Hè. Ja, het is wel weer genoeg, oké. Okay. Nee, maar wat ik nou leuk vond aan hem. Hij is dus al 15 jaar lang, hij heeft dus het eigen platenlabel. Dan maken ze allemaal van dit soort muziek, ook betere muziek. Hoor. Maar ik denk het is wel leuk om hem een beetje te pesten. Maar wat ik nou interessant vond, hij vertelde van, ja, weet je, ik wilde eigenlijk muzikant worden, maar dat verdient geen hol. Dus ik had een bijbaantje bij Telfort. En in het begin, weet je, doe je gewoon allerlei klusjes. En gaandeweg kreeg hij steeds meer privacy-vraagstukken op zijn bord. Hè, dus er kwam op een gegeven moment het OM, die belde dan gewoon op. En die zeiden van, we hebben een bepaald postcodegebied in Amsterdam.
En we een tap zetten op, nou wat was het, soms duizenden lijnen of zo? Ja, op een viercijferig postcodegebied. Maar ja, in Amsterdam met een die zendmast, die hebben een optimale rijkwijd van 35 kilometer. Ja. Dus ja, als je echt al die zeg maar zendmasten die kunnen aanstralen op een bepaalde omgeving pakt, dan heb je inderdaad duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizend gebruikers. Ja. Ja. En dan zei hij wel eens, ja, moet dat nou? En dan gingen ze echt dreigen. Van, ja, kom eens met een busje langs, hoor. Echt een beetje, Maar ja, vanuit die rol, hè, dan ging je van Telfort naar KPN. Of Telfort werd eigenlijk KPN, zal ik maar zeggen. En toen binnen KPN ben je een paar jaar geleden dus begonnen om de functie van privacy officer in te richten. Ja. Hoe ging dat? Nou, het was heel leuk. Het was heel nieuw. Ik had een heel beeld bij KPN. Ik zat daarvoor dus bij Telfort en het was een heel jong en levendig bedrijf. Iedereen liep niet in pak. Ik hoorde dat ik informeel moest komen, pas achteraf overigens. Maar, dus ik had een heel beeld bij oud staatsbedrijf, heel stoffig en zo. En daar ben ik eigenlijk helemaal van teruggekomen. Het is een heel dynamisch bedrijf. Het is een IT-onderneming eigenlijk. Ben ik nu leren ontdekken eigenlijk. Je moest ergens beginnen. Dus ik ben eigenlijk maar gewoon begonnen met awareness. Ik ga iedereen maar eens gewoon vertellen. Nou, weet je wat? Ik dacht, ik ga iedereen eens vragen. Wat is nou eigenlijk privacy? Weten ze dat eigenlijk wel in dit bedrijf? Ja. En, hoe reageerden ze dan? Boeiend? Nou ja, wel enthousiast. Mensen waren eigenlijk wel heel enthousiast in tegenstelling tot mijn beeld van KPN. Maar iedereen was van, ja nee, ik weet wel wat het is. En dat is vooral dat Big Brother not watching you. Dat is echt wel privacy. En, Maar ging het dan over wat de staat zou doen met jullie gegevens? Of ook wat KPN zelf doet met gegevens? Nee, dat was eigenlijk de volgende stap. Gingen we vervolgens kijken van, ja goed, wat is onze rol ten opzichte van het onderwerp privacy? En hoe zouden we ons eventueel willen positioneren ook in de markt, ook richting onze klanten? En wat is de samenhang tussen privacy en security? Dat zijn toch eigenlijk twee onlosmakelijke zaken. Het gaat samen, hè? Gaat zeker samen, ja, absoluut. Hey, Evelien, hoe is dat bij jullie gegaan? Moet ik dan zeggen, de privacy officer bij UPC of eigenlijk bij Liberty Global? Hè? Dat is het grote bedrijf wat daarboven hangt. Hè? Die heeft van 25 miljoen abonnees of zo. Die geven ze allemaal kabel. Ja, 24 miljoen. Ja, met name in Europa. Wanneer kwam die functie daar, de privacy officer? Nou, ik ben er ook een beetje spontaan ingerold. En dat kwam inderdaad omdat Liberty Global vanuit hun Global Privacy Office een privacyprogramma ging uitrollen. Dat was echt heel strak neergezet. En dat werd gewoon in alle landen tegelijk, werden steeds delen uitgerold. En dat kwam zo op mijn bordje. En zo ben ik eigenlijk in het privacy officerschap, zeg maar, gerold. Ja. En nu heb ik het eigenlijk een beetje zoals Rens het bij KPN heeft gedaan, heb ik het binnen UPC ook opgezet, waar onder awareness echt een hele belangrijke is. Want zonder je medewerkers kan je het gewoon niet doen. Nee, hoe doe je dat dan? Je stuurt mailtjes rond van aware? Of ga je echt op projecten zitten? Wij hebben echt een heel trainingenprogramma is er geïntroduceerd. Dus echt de afdelingen die heel veel met klanten werken, die echt direct, die krijgen echt van mij classroom trainingen, zoals het allemaal mooi in het Engels bij ons gaat. Maar in het Nederlands hoor, want de meeste medewerkers die praten natuurlijk gewoon met Nederlandse klanten. Ja. En de privacy policy, intern, extern. En heel veel berichten. Ik heb een privacy champion programma opgezet. Oké. Okay. Dus binnen beste, alle afdelingen contactpersonen eigenlijk aangewezen die mijn oren en ogen zijn binnen de organisatie. Want in mijn eentje zie ik natuurlijk echt niet alles wat er gebeurt. Ja. En met hun input kom ik een heel eind. Oké. Okay. Vooral ook dat je het echt, je moet het ook echt leuk maken. Ja. Wij zijn ook echt op een gegeven moment met die awareness actie begonnen met maak van films. Ja. Gewoon op mensen hun eigen werkplek. Dus gewoon echt naast ze gaan zitten. Horen hoe ze klantgesprekken voeren en daar ook gewoon concrete voorbeelden uit naar voren te halen, die te verfilmen en dan het hele bedrijf te laten zien. Oh, dus krijg je een helpdesk medewerker en die zegt, dan mag ik uw geboortedatum. Ja, en dan hoe weet je nou dat de klant die je nu spreekt de klant is? Hè? Hoe verifieer je dat nou bijvoorbeeld? Dat iemand zich voordoet als iemand anders. Ja. En dan zeg je dus tegen een helpdesk medewerker, kijk, dit kan dus een impersonator zijn, iemand die identiteit wil stelen. Nou, of zo. Bijvoorbeeld, ja. Ja. En ludieke acties, hè? Dus mensen in de val lokken, dus mailtjes sturen door het bedrijf heen van jongens, klik hier op en je krijgt een extra personeelsaanbieding. En dan kijken hoeveel mensen daarop klikken. Ja. En dat dan vervolgens tijdens, dat doen wij overigens jaarlijks, doen we een week in het kader van privacy en security. Dus niet alleen maar alert online. Toevallig hebben we dat dit jaar gecombineerd. En dan laten we dat soort dingen dan zien. Ook de cijfers en de resultaten van hoeveel mensen daar dan ingetrapt hebben. Zijn eigenlijk. Dat is wel heel grappig. Heel erg confronterend. Vinden jullie ook nog leuk als jullie nee moeten verkopen? Moet je wel eens nee verkopen aan de marketingafdeling of aan HR of zo? Nou, ik vrees wel eens voor mijn leven. Ik zeg wel eens, dan heb je die privacy bitch weer. Zo, weet je wel, dat gevoel heb ik wel eens dat mensen hebben. Maar weet je, ik
ben er om te helpen en te adviseren in hoe het wel kan. En ik bedoel, we werken allemaal uiteindelijk voor hetzelfde bedrijf waar we gewoon mooie, innovatieve nieuwe producten voor onze klanten willen neerzetten. De vraag is inderdaad hoe groot je macht is. Hè? Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens een gesprek gehad met de privacy officer van de NS, Rachel Marbus. En die zei van, ik heb gewoon een rode knop, niet fysiek, maar figuurlijk. Dat als, ja, een soort noodrem, inderdaad, zoals in de trein. Van als er dan een project komt, dan kan zij echt zeggen van nee, boom, dit gaat niet door. Ja. Kunnen jullie dat ook zeggen? Ja, ik wel. Nou, we hebben geen rode knop, maar een charter, heet dat dan officieel. Een charter? Ja, zeg maar een mandaat vanuit het bestuur om aan de noodrem te trekken. Ja. Oké, okay. Dan moet je ook niet te vaak doen, anders word je ontslagen. Of, Als het vaak nodig is, dan... Gedaan, ja. Ja, want als je het dan hebt over dat dilemma van laten we zeggen, 80% van de mensen gaat voor het gemak. Maar die 20% van de mensen die echt privacybewust is, die willen gewoon niet dat je te ver gaat daarin. Wat zijn nou concrete voorbeelden waarvan je zegt van ja, kijk, hier zouden we nou echt iets leuks kunnen doen voor die 80%. Maar we doen het niet om die 20% niet tegen de borst te stuiten. Heb je daar concrete voorbeelden van? Beginnen? Ja, doe maar. Denk ik nog even na. Ja, had ik niet van tevoren gesteld, dus nou zijn ze een beetje verleden. Ja. Ja, misschien even te schetsen, day in the life of a privacy officer. Dat er bij ons in het bedrijf werken heel veel mensen, heel veel marketeers, heel veel mensen die ook goede ideeën hebben, productmanagers. En elke dag wordt er wel ongeveer iemand wakker en die denkt van, hey, ik heb echt een briljant idee. We hebben echt onwijs veel data in dit bedrijf. Ja. Misschien wel heel veel data. En ik heb ergens op televisie gelezen dat data, dat is toch wel helemaal het nieuwe goud, zeg maar. Dus misschien moeten we daar iets mee gaan doen, zeg maar. En dan op een gegeven moment dan roept iemand van, wacht even, volgens mij moet ik nog even bij die meneer van privacy checken. En dan gaat ineens het idee van die miljoenen, miljarden, wordt ineens nul. Ja, shit. Omdat er ook allemaal wetten, regels. Dat heb je natuurlijk ook bij andere bedrijven, je noemde net al even eentje. In de financiële sector, dat er gewoon een publieke opinie heerst over wat je met data wel en niet moet gaan doen. Ja. En ik geloof dat ondanks dat wij een commercieel bedrijf zijn, in de buitenwereld ook wel gezien worden als een soort van nutsbedrijf. Waar je gewoon... Een nutsbedrijf? Dus dat je zo belangrijk bent dat dat je er basically niet omheen kunt. Dat geldt natuurlijk ook voor jullie, Liberty Global, heel groot. Die hadden vorig jaar een rapport uitgebracht, The Value of Digital Identity. Ja. En ik vond de opening wel mooi, van persoonsgegevens. En dan zeiden ze, that's the new currency. Dat verklaar je nader, het is het nieuwe geld. Dat heb ik niet verzonnen. Nee, dat snap ik. Maar ga jij dan stijgen dat je zegt van, hé jongens... Het is wel iets waar je denk ik, waar we in de toekomst wel naartoe zouden kunnen gaan, maar dat moet je volgens mij opbouwen en op een rustige manier. En daarin heel erg, hoe zeg je dat, guiden. Hè? De mensen en ook echt vertellen van wat kun je ermee en wat zijn jouw gegevens waard? Want in die end bepaalt iemand dat naar mijn idee zelf. Ja. Hè? En dat rapport, ja, ik bedoel, je digitale identiteit is best wel groot als je bekijkt wat je kan vinden van iemand. Hè? Ja, maar wat hebben jullie over mij, zal ik maar zeggen? Met wie ik bel, wanneer natuurlijk? We moeten natuurlijk onze diensten en producten leveren. Nou, daar hebben waar we bepaalde... Waar ik ben, dat weten jullie ook, toch? Bij mobiel natuurlijk, in die zin. Qua Ik zit bij Access for All, dus dan... Oh, oké, okay, ja, ja. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk je NAW en gegevens over je aansluiting. Ja. En verwerken natuurlijk ook veel meer gegevens, maar die zijn ook allemaal streng gereguleerd. Daar doen we niks mee, die transporteren van A naar B. Okay. Nou, over dat vertrouwen hebben we trouwens ook even een paar straatinterviews gedaan. En ook in het onderzoek mensen de vraag gesteld van wie vertrouwt u nou het meeste met uw persoonsgegevens? De overheid of de bedrijven? Nou, u voelt me aankomen waarom ik dit nu doe. Even kijken wat de Nederlander daarvan vond. Als je gaat surfen of mobiel belt, kijk je natuurlijk allerlei organisaties mee, waar u bent, wat u doet en dat soort dingen. Wie vertrouwt u het meest eigenlijk met uw persoonsgegevens, de overheid of bedrijven? Moeilijke vraag. Ik denk bedrijven. Ja. Ja. En waarom? Ja, de overheid. Ik weet niet. De achterkamertjes politiek en zo. Ik vind dat een beetje... Nee. Jij? Ik weet het niet. Ik denk wel bedrijven, ja. Bedrijven. Vertrouwt bedrijven meer? Ja, tuurlijk. En waarom? Ik vertrouw in bedrijven meer dan gewoon normale mensen of zo. Bedrijven zijn weer normale mensen, de overheid niet. Nee, ik bedoel, ja, dat is bedrijf.
dat is bedrijf. Anders, ja, ik vertrouw het niet in. Nee. Weet ik niet. Ik weet niet of er verschil tussen zit. Nee? Ik denk ook niet dat er heel veel verschil tussen zit. De overheid moet het wel garanderen. Maar je ziet afgelopen week in het nieuws dat iemand zo makkelijk bij de gegevens van een aantal gemeenten kan komen. Dus I don't think it matters. I think they both run into the same risks. And sometimes maybe governments can be even more risky than businesses, but it really depends on. Ik heb zelf heel lang bij de overheid gewerkt, dus dat wil niet zeggen dat ik ze nou onmiddellijk allemaal heb. Nee, ik denk niet dat ik daar een onderscheid tussen maak. Nee, nee. Om meer in het algemeen. Nou, eigenlijk het meest op mezelf in dit, in dit geval. Nee. Nou, dat is een mooie punchline. Ja. Dankjewel. Goed, dit zijn natuurlijk wel mensen die in Den Haag wonen. Hè? Die hebben vooral heel veel last van de overheid. Nee, even serieus, in dat publieksonderzoek waren de getallen toch iets geruststellender voor de mensen van de overheid. Het was, eigenlijk zag je dat in beide gevallen 60% wel vertrouwde dat de overheid en bedrijven gewoon goed met hun gegevens zouden omgaan. Alleen de mensen die het niet vertrouwen, daarbij zag je dat bij bedrijven was het 6,zoveel. En bij de overheid 12. Dus het wantrouwen is naar de overheid groter dan naar het bedrijf. Nou, dat zullen jullie wel goed doen, hè? Ja, heel prettig. Ja. Nou, ja, ik weet het niet. Heel blij om. Hey, maar over overheden gesproken. Want kijk, Liberty Global, jullie hebben eigenlijk best wel een beetje een maffe positie als je kijkt naar de grenzen. Nee, jullie zitten in Nederland als UPC, maar door heel Europa, eigenlijk de meeste landen in Europa, die zijn via jullie verbonden. Maar er zit ook nog een kantoortje in Verenigd Koninkrijk en eentje in de Verenigde Staten. Betekent dat de VS en de hele NSA en weet ik of dat allemaal ook in jullie data kan? Of kunnen ze alleen in de data van ja, VS-burgers of zo? Die nou, ons hoofdkantoor zit in Londen. En we hebben ook nog inderdaad een kantoor in Denver van Liberty Global. Maar die hebben geen toegang tot klantgegevens. Daar gaan geen, dat is echt gewoon een mega directiekantoor op het hoogste niveau. Daar ga je geen data naartoe. Ja, oh, en binnen okay. De EU is... Hè, in principe. Dus er wordt wel in Europa opgeslagen? Ja, ja, ja. Ja. Okay. Ja, ons, zeg maar, het operationele hoofdkantoor van Liberty Global zit op Schiphol Rijk. Ja. En daar gebeurt het eigenlijk. Ja. Ja. Ja, jullie zitten vooral in Nederland, België en Duitsland. Ja. Ja. Heb je dan nog verschillende regimes waar je onder valt? Want die Duitsers, die hebben het veel beter geregeld hè, qua privacy, toch? Nou, onze Duitse dochter hebben we verkocht. Dus, Oh, oké. Okay. Ze is echt Nederlands. Daar kan ik heel kort over zijn, ja. Die hadden vroeger een strenger regime dan in Nederland. En ik kwam daar natuurlijk ook regelmatig. Daar hadden ze ook de verplichting om zelf een privacy officer aan te stellen. Ja. En ze gaf ook aan, zeker de laatste 2 jaar, van nou weet je, volgens mij is het in Nederland strenger nog dan bij ons. Ja. Oké. Okay. Hoe noemen ze daar een privacy officer? Een data shoot? Ja, of Hoe noemen ze dat daar? Ja, voor mij een data shoots gezagvoerder of iets dergelijks. Okay. Beantwoord. Je hebt ook iets vragen. Nou ja, ik was wel benieuwd of die verordening. Wat denken jullie ervan? Gaat jullie dat helpen, jullie werk? Wordt het makkelijker? Kun je duidelijker of intern, of moeilijker? Moeilijker? Ja, de toekomst is natuurlijk verzekerd als die data protection officer verplicht wordt straks. Ja. Wat in ieder geval werk voor ons is, dat is natuurlijk heel positief. Nou ja, goed, ik denk dat wij zijn overigens best wel voor de verordening. Omdat zeker telecombedrijven in Nederland, die zijn gewoon behoorlijk streng gereguleerd. Voor ons zal het ook niet heel veel veranderingen met zich mee gaan brengen. Natuurlijk de meldplicht geldt al voor jullie, hè? Meldplicht aan te leggen. Telecombedrijven geldt dat al. Worden de cowboys ook een keer geregeld? Ja. Dus wat dat betreft zijn we wel in ieder geval vanuit KPN, voor een Europese privacyverordening. Oké, jullie ook? Ja, voor ons ook. En dat maakt het ook in die zin makkelijker, omdat we natuurlijk in heel Europa, een groot deel van Europa zijn uitgevoerd. Het maakt jullie werk in ieder geval interessanter en beter. Ja. De vraag is of de andere collega's daar ook zo over denken. Maar als het dan eenmaal zover is, dan hoop ik jullie hier graag weer terug te zien. En dan hoor ik graag van jullie hoe het dan is gegaan. Oké. Hartelijk dank. Evelien Sauren en Grens Damming. Okay.